Die italienische Küstenwache hat gestern rund 6.500 Flüchtlinge aus Seenot im Mittelmeer gerettet. 1.370 migrants have died making that crossing in the Mediterranean. Malgré la mauvaise météo, les migrants continuent de tenter la traversée de la Méditerranée en nombre. Des opérations menées essentiellement par des navires humanitaires au large de la Libye. Goeiedag, ik ben over de Golfo Azzurro in Rotterdam-Waalhaven. Ja, hallo, ik spreek met Adriaan Zonneveld. Ik heb een goede relatie uit Duitsland gekomen. Het is een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. En we hebben denk ik weer een nieuwe klus. We moeten aan de boord van de Golfo Azzurro wat sanitair voorbereiden. Het is een samenwerking met een stichting die bootvluchtelingen search and rescue doet in de Middellandse Zee. Nee, ik snap het. Ja, nee, het was te verwachten hoor eigenlijk, want het is overal hetzelfde probleem natuurlijk. Maar zou je nog een andere club weten die dat eventueel zou kunnen doen? Ik pak weer een alternatieve route. Nou, dit is hem dus hè. Wat roep je dan als je aankomt op de schip? Oh, dat is wel mooi. Zo, helemaal gedaan, man. Ongelooflijk. Oké, die mensen die kunnen we dus rechtstandig hier naar beneden trekken. Ja, of met tilwerk gaan we gewoon hier naar beneden. En dan zijn ze op de ziekenboeg, zeg maar. Dat je niet lukken, goed bocht. Ja. Nee, maar gewoon zonder brancard. Zonder brancard, ja. Lopen ze hier naar beneden. Ja, dat zonder brancard dan, weet je, dan zijn ze zwak. Nou, onder de arm, hup. Ik denk dat we moeten praten over 2 artsen en 3 plegen. Ik weet niet of 2 artsen hadden. Ik weet niet heel goed hoeveel je er eigenlijk gaat doen. Ja, het is echt. We proberen natuurlijk ook inschattingen te krijgen, maar 10% schijnt hulp behoeven te zijn op medisch gebied. Maar hoe die 10% eruit ziet. Maar het is ook wel goed dat die artsen met elkaar kunnen sparren. Nou ja, de vraag is met name van wat voor ruimte hebben jullie tot je beschikking als we dus wel met overledenen zitten? Hebben we iets tot ons beschikking? In principe nee. Is warm. Nou, dus dat zeg ik. Dus je moet gekoeld hebben. Dus dan is het misschien wel goed om de koelkast. Meer een vriezer met ijs en dat soort dingen even te hebben. Maar met wat voor doel wil je een stoffelijk overschot bewaren? Kijk, in principe wat je hebt aangegeven, overledenen uit het water vissen, dat doen jullie in principe niet. Maar okay, als je kinderen in één keer drijven, dan laat je dat ook niet liggen. Dan wil je dat ook aan boord hebben. Dat gebeurt allemaal nu ook. Dus nee, dus het gaat je overkomen. Kijken of we hier nog van weg kunnen. Voor die radar te plaatsen. Ja. Of jij dat even in orde wil maken, want dan moet je zelfs verhalen. Dan kunnen we met de kraan niet meer bij. We kunnen met de kraan niet meer bij. Nee, daar moeten we dat nu even doen. Ja, maar wie gaat dat doen dan? Doe jij die radar zelf niet plaatsen? Nee, dat is niet een. Dit is een begeleider te doen. Oké. Okay. Maar als je met een bakje ernaast gaat hangen, dan kan je dat zo aanbouwen. Ja, maar ik weet niet of ze eerst iets in moeten monteren of iets. Hier komt een werkblad over de volledige breedte. Ja. Met kasten eronder, kasten erboven. Ja. 60 centimeter, 70 centimeter die kant op. Ja. Hier komt nog een reanimatietafel. Ja, oké, dat begrijp ik. Daar moet je omheen kunnen lopen. Ja. Dus daarmee is dat. Daar moet dan een medicijnkast komen. Of een medische kast, hier zo ongeveer. En daar moeten we nog de specificaties van de doktoren van hebben. Ze zijn ook makkelijk erin. Nee, dat klopt. Maar daar is nu elke druk mee doen. Dus die zit er bovenop, begrijp ik. Hey, en die Gibraliaanscham blijft op de muur? Die blijft hangen. Is die afgedonkerd? Mooi hoor. Maar ja, er komt wel een stapelbed voor, of 2. Maar de vlag blijft er bovenuit wapperen. Oké, heel goed. We zeiden al, de eerste vraag voor de inburgerings. De eerste vraag voor de inburgerings, ja. Helemaal kapot, daarom de brand, anders kan het zo. Zijn er maar.
kant draait hij die nou op? Hij draait nog de verkeerde kant op, hè? Maar hoe komen die fases dan omgedraaid? Dat vragen we ook al. Hoe kan dat dan? Ja, dan is hij misschien toch kapot, die motor. Ja, hij gaat deze kant op draaien. Zie je? Dus hij, dat, die motor is gewoon kapot. Nou, dat zit niet mee. Vorige keer toen die jongens hier waren, kwam er rook uit. Motortje. Ja, dan moeten we gewoon zo'n ding halen. Nu. Ja, dat leek mij ook. We hoeven er niet over te praten. Ja. Nou, wel. Ja, daar hebben we geen nieuwe motor mee. Sorry? Daar hebben we nu geen nieuwe motor mee. Maar het is wel fijn als je de oorzaak weet. Weet ja, je, is kapot gaan. Wie gaat er nu bellen voor een motor? Jij! Ik, hè? Jij! Tuurlijk! Wij hebben motoren liggen op de zaak, alleen de flens is om te bekijken. Als je rook uit de motor ziet komen. Maar moet je niet gaan vastsluiten? Dan moet je gewoon. Kijk, het schip wordt rond de vierde technisch opgeleverd. Ja, die ziekenboeg moet nog ingericht worden. Dat is ook nog een aardig klusje. En dan de watermaker moet afgemaakt worden, maar dat is nog overdag werk. En dan is hij klaar. Yes. Mag even storen? Er staat daar een meneer die je roept. Of er nog bemanning nodig is voor het schip. Kapiteins, weet ik veel wat. Misschien interessant om even te spreken. Spreek die ruzie. Ik begon in 1965 te varen. Zo. Toen was het of stuurman of machinist. Ja. Nou, ik ben vers in de branche. Ik heb mijn vaarbevoegdheid vanaf 2013 ben ik die gaan halen. Mm-hmm. En ik heb nu zeg maar Master 500 GT. En u bent de eigenaar? Ja. Wanneer is de bedoeling om te varen naar Malta? Dat is de 10e. 10 augustus? Ja. En dan met hoeveel man gaan we naar Malta? Ik denk dat het er 4 worden. 4 gewoon? Ja. En die vrijwilligers, die komen, passen dan... Ja, komen pas in Malta aan boord. Dan in Malta aan boord. Echt zakken wilde niet, dat rare ding. Echt een drama-apparaat. Nou, als hiermee de zee op moeten, dat gaan hem niet worden, jongens. Ik vind het hoort wat je nu hoort. Als je buiten staan, hoor je het een beetje. Op het moment dat je buiten staan, dan hoor je wat ik bedoel. Aan die kant. Je hebt best kans als je veel gas geeft dat het dan minder is. Ik ga het zo even proberen. Maar we moeten wel de eerste beste haven binnenlopen. Dus daar draait je goed in de soep. En nou? De eerste beste haven aandoen. Dit bezijn is La Coruña. Heb je ook een vliegtuigveld vlakbij als... Kijk, ik denk echt zo dichtbij mogelijk. Iedere mijl die we lopen is te veel.
Un nouveau grand naufrage meurtrier a-t-il eu lieu en Méditerranée? C'est ce que racontent des dizaines de migrants secourus en mer. Cela se serait passé au large de la Libye. The route from Libya to Italy is popular. Traffic is taking advantage of growing instability and lawlessness in the country. About half of those who have crossed the Mediterranean have traveled from North Africa to Italy, a route known to be particularly dangerous. Lima, Lima, Oscar, Zulu, Alpha, La Paiota, Alpha. Okay then, thanks very much, and now we're coming slowly in. Can you catch a line for us? Okay. No, no, okay, okay. Okay, okay. Een paar dagen geleden is een schip van Artsen zonder Grenzen geënterd door een hele snelle rip die 30 knopen kon, met geloof ik een man of 15 aan boord, zwaar bewapend. De bemanning van het schip heeft gereageerd door in de safe room te gaan zitten en op de knop te drukken op de brug voor antipiraterij. Het is goed afgelopen, want die middelen die zijn afdoende, kennelijk, in dit geval. Maar ja, dit schip heeft dat natuurlijk niet. Nog het een, nog het ander. En het zou zomaar kunnen dat we daardoor de missie moeten afblazen. Kijk, het zou maar op één manier kunnen met dit schip. Dus als je zwaar bewapende mariniers aan boord hebt. En zonde is het niet verantwoord. Het is ook sowieso niet verantwoord om met vrijwilligers te gaan. Want die mensen lopen dan alleen maar in de weg. Allemaal goed bedoeld natuurlijk. Maar je moet echt zwaar getrainde gasten hebben. Maritiem en militair. Gevaar dreigt. Omdat de boel in Libië is echt zwaar aan het kantelen. Het is er een chaos. Partijen vliegen elkaar in de haren. Er is totale wanorde. Dus iedere crimineel kan daar doen en laten wat hij wil. ISIS zit er ook. Dus misschien zijn al die tegenslagen wel een voorteken geweest. Je weet het niet. Eerst naar Malta en daar verder overleggen met al die mensen erbij. Gaat dat niet door, dan brengen we het schip gewoon weer naar Holland toe. Hey, maar dit maken wij ook, hè, bij ons. Hey. 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 The EU has declared war on traffickers in Libya with an almost 12 million euro naval mission. Целью операции «София», в которой задействованы военные корабли из 8 стран, авиация и беспилотники, заявлена нейтрализация контрабандистов из Ливии. Yes, good afternoon. Our engine is ready again and we like to leave the port now. Call Papuro, Corinne traffic, information received. Please call pilot Santana 12, Santana 12. Well, we don't need no pilots, we are without pilot. Vanuit een rubberbootje
hier aan boord bent, dan ben je veilig. We bieden een plek om te zitten of te liggen en een flesje water. En dan ben je al een heel end. Ja, Het idee is ook dat gasten, we noemen ze liever niet vluchtelingen, maar gasten aan boord maximaal 4 uur aan boord zijn. En dat er dan al een fregat langs zijn om ons op te pikken of een andere NGO. Maar goed, het kan ook veel langer worden. Zal ik eens even een rondje rond de opbouw doen en dan gaan we naar binnen? Ja. Dit is de buiskap. Voordat de mensen aan boord gaan, krijgen ze eerst een zwemvest. Gaat het dan alsnog mis, kunnen mensen in ieder geval blijven ze drijven, want niemand kan zwemmen. Ja, we hebben de medicatie hebben gelabeld daar. Ah, oké. Okay. En nu gaan we dit een beetje soort bij soort leggen. Oké. Okay. Zodat dat ook iets overzichtelijker wordt. Nou, dat ziet er in ieder geval uit alsof je wat in huis hebt, zeg maar. We hebben zeker wat in huis, ja. Ja, dit, hoeft ook niet, dit is niet leeg als we terugkomen. Of nee, nee. Het is niet open. Nee. Maar bijvoorbeeld het mensen die zeg maar half verdronken zijn en aan dek komen, dan zo'n slangen binnen te steken, zo, zijn die dingen er? Slangen steken? Nou, dat hebben we wel eens gezien. Dat ze dan iets naar binnen steken en dan, dat dan het water uit de longen wordt geduwd. Om te proberen. Ja, er liggen wel sets om ook te intuberen en diep uit te zuigen. Maar daar zijn we nog niet aan toegekomen. Of daar, die hebben we nog niet allemaal bereid. Dat is het. Ik ben geen medicus. Ik denk om water. Dat zal het zijn. Uitzuigen. Ja, water. Ja, ja. Jullie rol? Ja, ik word een van jullie collega's hier met de kolmee. Oké. Ja. Want je bent? Ik ben basisarts. Oh ja, precies. Ja. Oké. Okay. Leuk. En ik deckcrew. Juist. Yes. Ja. En het is nu nog één en zijn compleet. Nou, van de week waren we aan boord bij een schip, ik denk de helft kleiner dan dit. En die hadden er op een gegeven moment meer dan 400 aan boord. 12 uur lang. Maar is er enige schatting van hoeveel mensen per dag of per week? Het verschilt ook en het is ook afhankelijk van het aantal schepen dat in het SAR-gebied is. Ja. Ligt eraan of er meer marine is om ze direct weer over te nemen. Ja. Maar wij kunnen er gewoon heel veel hebben. Ja. Ja, we gaan mensen redden. Dat is de missie. Ja. Oh, ik kan niet wachten totdat we uitvaren eigenlijk. Ja? Ja. Heb je zin in? Ja. Ja, zin is misschien niet het goede woord, maar ik was zondag dacht ik, oké, nu mag het voor mij wel gebeuren. Hey, my friend. How are you? Welcome. Okay, thank you. Nice to see you again. Still fixing things. Yeah, you are very busy, I heard. You had a nice trip? Yeah, it was great. Can we get you something to drink, coffee? Hier zitten ze ergens te oefenen. Of in de gaten te houden. Ze gaan dus in de territoriale wateren, hè? Zie je dat? Welkom, je komt even kijken. Ja, er moeten nog wat dingetjes gebeuren. Ja. Maar meer op contractuele zaken enzovoort. Dus, en ik wil jullie natuurlijk uitzwaaien. Ja, leuk. Het is een bijzonder moment waar we natuurlijk heel erg lang naartoe geleefd hebben. Waar enorm veel voor gedaan is door heel veel mensen. Ja, dus, nou, ja. Herbert René, jij bent de voorzitter van de stichting. Moet ik het zo zien? Ja, precies. Oké. Ja.
Annariek is mijn vrouw en die is directeur van de stichting en die doet eigenlijk alle operationele zaken. Maar... Ja, jullie hebben het met z'n tweeën ook opgericht, toch? En eigenlijk is het voor ons natuurlijk op Malta begonnen ooit, een jaar geleden. Oké. En, want toen? Nou, het was april 2015 en toen kiepte hier bij Malta een groot schip om met een paar honderd vluchtelingen die ook verdronken. En wij wilden eigenlijk helpen, geld geven, maar geld geven dat ging prima, maar helpen niet. En toen zijn we eigenlijk gewoon begonnen met dingen inzamelen. Ja. Gewoon uit de hand gelopen actie hier. Ja, precies, ja. Maar jongens, echt 2 weken op zee. Ja. Hè? Ja. Tussen de 1 en 30 september houden ze alles in de gaten en doen gelijk oefeningen. Dat is zo begrijp ik het. Maar ik zie nergens voor de oefening staan, ik wel. Let's see. Dan zouden we geen oefening, zouden we het gewoon in de gaten. Ik kan het zeggen, het is geen oefening. Het is een militaire operatie. Serieus, hè? Daar zit het eigenlijk middenin. Dat is wat staat. Maar wij staan ook beter dan. Maakt niet uit. Maar wat we moeten doen, is gewoon contact houden. De kans dat er dan een bootje voorbij komt, is niet zo groot meer, zeg ik gelijk maar even. Nou ja, wat jij dus ook nog vinden. En dan moeten we het doorgeven aan die gast. En die gaan er dan op af. Nee, maar ik snap het wel wat je zegt, maar... Als dit gaat draaien, dan snap je natuurlijk wel dat die gasten dat weten dat ook. Ja, natuurlijk. Iedereen kan dat lezen. En die sturen dan, en dan gaat niemand meer in zijn bootje zitten. Ja, dus die zwarte zien dat niet. Denk je dat die gasten niet geïnformeerd zijn natuurlijk? Je hebt ook zo'n ding natuurlijk. Als je goed... Ja, met voor 200 euro. Ja, die smokkelaars hebben wel zo'n ding. Ja, natuurlijk. Die zeggen, nou, dan sturen we toch een bootje. Dus dat is op zich... Ja, die smokkelaars die blijven goed op de hoogte natuurlijk. Natuurlijk. Maar om even lang verhaal kort te maken... We gaan wel extra wachten instellen bij deze. We hebben toch wachten? Nee, maar meer mensen op de brug, s'nachts met name. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat zeg ik even tegen Theo. Theo. Ja? We are sure that it's not a drill. Is iemand een lampje? I tell you, when we have seen, don't open any portals. Even if it is warm, don't open. You know, this is very close to the water. Especially downstairs in the cabin. Never open the window. Try it. Let's do this. Right. Rustig. Er staat er weer eentje zonder reddingsvest. Matteo! Matteo! Nobody is wearing a life jacket. You're one of your crew. They have to keep wearing it. Can you put on a life jacket or come down from there, please? Let's call Miss Money, tell you good morning. Permission to leave Breakwater for a local cruising off. De dag dat we op de plek zijn waar we pak een beetje 1,5 uur varen van het punt wat de Italiaanse kustwacht heeft aangegeven, waar gisteren mensen zijn opgepikt. Het is ook een plek waar op dit moment een militaire operatie gaande is om mensensmokkelaars op te rollen. Er zijn ook wel een paar van de schepen tegengekomen, maar die laten ons gewoon met rust.
Maar het ziet eruit dat er dus geen schepen, dat mogelijk geen schepen beschikbaar zijn om ze aan af te geven. Dat betekent dat we ze, als ze vluchtelingen oppikken, dat we die dan ook naar vasteland moeten brengen. Houten bootje. We hoorden net ook weer twee rubberboten, dus wat het nou precies is, is nog even gevraagd. Oké. Can you see them already? We komen een little port side. Er zit er nou eentje bijna recht voor ons, hè? Oh, yeah. That's the one. There's another dot, white dot. Oh yeah, I see it. And those ones over there. Yeah, so we go so we first. Come this way so we can see them. Okay, so let's keep the same course and anyway we'll get closer so we can see what's going on with that boat. Yeah, yeah, okay. Zo meteen dan laat ik de rib even naar beneden met de kraan. Dan moet jij even de manoeuvres doen daar. Zijn er vluchtelingen daar dan? Sorry? Zijn er vluchtelingen? Ja, ja, ja. Ja, de kans is vrij groot. Maar als het zover is, dan moet jij even weer terug overnemen de manoeuvres doen naar die rips toe. Dus dan. Oké, you take over the rudder, I go for the crane for the rib. Staat hij nog automatisch? Hij staat op automaat. Wil je hem standby? Oké, komt hij op. Just departed for a rubber boat, which you are heading for, I believe. They will assess the initial situation. And if you are able to take over, rearrange if we provide that life vests or if you're taken completely over and we proceed further south to another rubber boat, over. Understood. We're launching our red. Really full and no life jackets at all. I didn't copy you. Can you repeat, please? Do we have a count on them, maybe, or estimation? At least 100. At least 100. Yeah. Echo on the front. That's not working. Could you please close all the outer doors and then stand by at the stern to help load the life jackets into the rib? Thank you. Roger. Wil je nog meer life jackets? Yes, sir.
De enige die niet wakker wordt is deze. Hij is wel stabiel, maar niet wakker. Nee. Kinderen zien er ook goed uit en zo. Ja, verder zitten er boven nog veel mensen die allerlei wondjes en dingen hebben. Niks urgents verder. Mooi. Eerst dacht ik van, oh, hij reageert helemaal niet. Maar toen op een gegeven moment ging ik zijn pols voelen en tegen hem praten en zo. Toen keek hij me recht aan en... Ik denk dat hij is helemaal onder de benzine. Maar ja, ja. Ik denk ook dat hij dat wel heeft binnengekregen. Dus dan weet je het. Dat zou het kunnen zijn, inderdaad. How do you feel?
2016 is now the deadliest year for migrants trying to find better lives in Europe by way of the Mediterranean Sea. United Nations High Commissioner for Refugees spokesman William Spindler tweeted October 26 that at least 3,800 people have died attempting the journey. The death toll is up even though fewer people are trying to make the maritime crossing. This might be because smugglers are using lower quality boats that can't make the journey. Golfo Azzurro, nave Dattilo, Guardia Costiera, canale 16, mi ricevi cambio? Golfo Azzurro, Italian Coast Guard, how many people have you rescued? How many people have you on board? Kijk, die zitten te azen op die. Kijk eens wat voor motoren ze achterop hebben. Waar zouden ze daar niet vandaan hebben, hè? Niks ervan, hè? Kapotoen schiet zo die type 7 even op, klootzak. Ja. Vuile lijkpikkers. Zo'n verklaring tekenen met een arts, een doodverklaring. Foto maken van een stoffelijk hoofdschot. Vervolgens beschrijven wat je nog aan documentatie vindt van de persoon.
En zo moet je dat uiteindelijk overhandigen als je aan de wal bent. Want ik zie wel ervan komen dat er geen passagiers van ons worden overgenomen. We kunnen gewoon zelf weer terugbrengen. Ja, dat zijn geen grappen. Ik zie nog geen van de schip deze kant op komen, de Gouden Geit. Kijk, wat is dit? Ja, dat is die Bourbon Argus. Maar ja, Aquarius is onderweg naar huis. Ja, dus die hebben we al niet meer. Nou, Bourbon Argus heeft vol. Wie gaat het dan doen? Yes, hello, this is Martin speaking from the Gulf Azzurro. We're currently doing a search and rescue in the Libyan area. And we are requesting for more assistance. All the ships are totally filled, and we're looking at still at an amount of more than 1,000 people. But I think we need more space. Thank you so much, sir. Have a good day. Er zijn nog 20 rubberboten. Ja, ja. Het is helemaal gek huis. Het is echt gek huis. Het gaat weer een nieuw record. Set record, ja. Ja, maar er komt er ook een schip aan wat ook een aardige echo is. Die vaart 24 knopen. Ja, dat kan wel eens een marineschip zijn. If you like 20 more rubber boats, 20 times 150, you go way over 6,000. Let's ask if the Cyprian pilot can take over our passenger. And if not, let's go to Catania. No. But is there any vessel incoming to take over and do the transfer? That's can't promise anything on that one. Okay. Can't promise anything. I think we definitely have to wait because we can't leave this scene. That's good to know. Is there any ETA on the military vessels coming in? Okay. Numbers are all incoming now. They are all coming to worship. Camera.
Je veel vooruit, je veel vooruit. Dat betekent je veel staan. This is that, that man. Het is opeens een big party geworden, hè? Wat? Het is opeens een big party geworden, na het eten. Ja, hè? Het is net alsof ze in de kroeg staan. Buiten een paar kleine dingetjes na is het eigenlijk perfect gegaan. Kan niet anders zeggen. Eigenlijk heel tevreden. En wat natuurlijk bizar is, dat je kan natuurlijk zeg maar, dit op zeg maar, analytische wijze aangaan, zo'n missie. Voor een langere duur. Dan stel je natuurlijk in, ja, wat ga je zien, wat ga je meemaken. Nou, je weet natuurlijk, die mensen hebben gekozen voor de dood of Europa. Nou, dat weet je dan. En het is toch bizar om te zien dat mensen dan op enig moment, als ze binnenkomen, het dek kussen of die gaan staan te bidden aan de reling. Ja, dat is toch echt bizar. Je snapt het pas als je het ziet. En alle onverschilligheid die er dan nog was, ja, die is gelijk weg. Klaar. 100%. They can suffocate, yes? There are small children on the boat, old people, but for everyone it's dangerous if one person starts pushing. If you see someone pushing, you tell, no, calm. You help each other. Don't push, don't fight. If they see you fighting, it's not nice. They're not friendly people, okay? So stay calm and take care of each other. Calm, calm, calm. Yeah, just let it fall in. Can you give Felix a hand? Two guys, one, two. Very good. Shove it all the way. Two. Ik loop met een dikke voet. Ja. Statuur, dus je slaapt niet. Nee, ik zit ook aan mijn limit hoor. Mag je gerust weten. Ik heb nu voor, eigenlijk voor sinds tijden echt een paar uur geslapen. Is another the bird one? Burn there.
and her sister. Where's your sister? Hey, Danny, Eleni. It's okay, it's okay. It's okay. It's okay. I'm not really allowed to come. I'm not allowed to come. This way, family first. Okay. De hele familie mag komen. Je kan gaan. Kom. Ja. 10 to 15, one family. Hoeveel zitten we nu? 25. Oké. Oké, deze gaan. Ja. Het is gewoon tot er ook weinig medewerking is, een beetje alles groot houden. Ze zetten alles in het stuurhuis. Nou, ik stop met. Wat we gaan afspreken is dat er minder mensen in het stuurhuis komen. Want ze staan nu vaak. Als ze komen, dan gaat het allemaal niet om. Nou, het is de eerste reis. Het is de eerste en ik heb een aardig rijtje. Ik heb nog geen eens mijn Hollands eten. Nog geen eentje. Ik heb nog een doodkaart op hier gehad. Het is ook wat. Ik kom mijn neus uit en. Ik moet je zeggen, het is. In de rij. Het is wat eenzijdig, dat ben ik met je eens. Ik vind het. En we gaan, misschien ben ik de ouderwets. Nee. Een beetje eten, al het werk wat je doet. En, ja. Ja. En dan mag je wel een beetje goed gevoed worden. Absoluut. Het is meer geïnteresseerd in de filmen dan het eten. Thank you.